Nou, laatste fase. Ja, ze komen het maandag ophalen, hè? Ja, maandagochtend komen ze het ophalen. En dan daarna horen we van wanneer ze het gaan leggen. En waarom maak jij het nou nat? Ik maak het nat omdat cement het heeft vocht nodig om heel hard te worden. En omdat het nu toch best wel warm is, wil ik niet dat het te hard droogt, te snel. Ik zie al dat het heel, ik heb het vandaag al een aantal keren gedaan. En dan droogt het precies op de, dan verliest het niet te veel vocht. En dan wordt het perfect hard. Het niet scheuren. En dan moeten we hebben. Het ziet er goed anders is als het donker is. Zo ziet het eruit als het regent. Zo ziet het eruit als de zon schijnt. Ja, ah, grappig. Het is wel een mooi contrast als het donker is. Ja, zeker. Oh, je bedoelt natuurlijk dat als het heeft geregend, dat die voegen ook die kleur krijgen. Ja. Ja, ja. Ja, dan heb je dus een andere kleur eigenlijk. Ja. Zo, je handjes mooi meenemen. Dit is echt een cursus mozaïekleggen geworden, hè? Ja, cursus voegen. Ja, precies. Nou ja, wat daar tussenin zit, dat hebben ze niet meegekregen, maar goed. Ja, ik vind de kleuren heel mooi geworden. Goede verhouding ook, ja. Licht donker. Ja. Hey schat. Hi, wat is met je telefoon? Ja, heb jij iets mee gedaan? Ja, de twee dingen schieten vaak in te rijden. Is het zo? Ja, een workshop en iemand in het verkopen. Dit komt weer dus huisjes aan. Ja, Peter, jij hebt een trilstand gezet op de telefoon. En ik weet niet hoe, dan kan ik dat niet horen. Even kijken. Ik heb de hele dag gewerkt. Wow, mooi, de kleur is wel helder. Het blauw is mooi, hè? Mooi, hè? Is niet helemaal. Nou, ik vind dit zelf een beetje smoezelig. Oh, ja. Nou ja. Je moet het in de buitenlucht zien, hè? Ja. Ja, dat gebeurt namelijk als je het als je het voegt. Het is iets poreus. Okay. Dat zijn goede kleuren geworden, hè? Ja. Dit heeft in ieder geval dat nu door voegen en mag goed dicht. Ja, maar hebben die mensen niet ingesproken? Dan,